het nooit van vroeger in de bovenstad. Een oom die een horrible zegt. Door speel je als kind in je wereldje klein. Al drum kom je door voor terecht. Verdijn is top, ik kon hij scheem de zebrak. Verdijn er is been mes geweer. Of Sodom, Veendam, Hogezand of Delfschiel. Toch steeds. Maar jullie woonden hier ook bij in? En, wij woonden bij in, bij ja. Die, dat was de woonkamer. Oh, dat was de woonkamer. Oké, okay. Ja. Ja. Nou, het de voorgevel is nog redelijk. Ja, dat is nog steeds in de oude... Ja. Peter de Haan, oftewel pedaalemmer, gruide op in Loppersum. Hieraan zien pa en moe een slogerij en wat later een supermarkt. Zo zag het hoes met de winkel De Vrouwgroet. Peter de Haan treedt al jaren op met het duo Rooie Rienes en Pedaalemmer. In dagelijks leven is apteker. Zo krijgt hij ook een oor in opticien medicijn. Wat ook belangrijk is, je mag je nooit vergissen. Het vaak komt al precies, het is beslist gewoon vaak verschwing. Dit was ons hoes. Dit was slagerij. En... door Bopem, ja, voor mij was dat slopkomen om van slopkomen van mijn ouders. En mijn broer en ik die sluit mijn andere kaart. En dat was ons voorkomen van woonhoes. Kijk, met deze voorgevel is voor mij heel erg intact blijven. Behalve de winkelgedalte. En hier ging die toes in. Kijk, en hier Bopem, dat is ons slopkomen om. Door zat ik. Met een propperschuiter soms en de mensen hier. Nou, hier woont de domie. Nou, loopt ze toren, daar hadden een mooi uitzicht. Kijk, maar hier, ook dit room van Veurkomer. Komen net mooi altijd op kerk kijken. En door die bakker rug hier door Veur, door verzonden zich altijd de jonge lu. Min in deurp, ja. Ja, en mijn pa was denk ik. Nou, begin 20 dan al hier deze slachterij overnomen met van een Sebens. Sebens. Ja, een beetje loter hadden, konden het hoes van de buurten overkomen. Toen kon de slagerij weer wat groter. En toen werd op een gegeven moment een klein supermarktje. En toen kon het hoes van de buurten Doornoos weer, van Bruns, Timmerman, kon overnemen. En nou, hij bleef maar aan het verbouwen. Ja, ja. Maar het hoes is, tenminste het boetenkaart, van binnenkaart zal er wel nooit veel meer over weten. Maar het boetenkaart is nog goud herkenbaar. En de slachterij die was aan de achterkant. En die koeien die stonden door tegen een pool aan. Die weer een vastbond aan een pool. Maar ik zat zelf ook regelmatig aan die pool vast. Met een lang touw. Zodat ik overal in kon. Want ik kon net nooit op weg komen. Want ja, mijn ouders hadden het altijd druk. Want je pa was slager, maar hij deed dus alles zelf hier. Hij deed alles zelf, ja. Hij kocht zelf zijn koeien. En zwemmen. Dus ik werd ook altijd, of altijd, maar half ook, als hij in slag was, dan zat ik ook in het slachthuis op bank en dan zat ik mee te kijken hoe dat ging. Wat was je een pa eigenlijk voor een man? Gedreven en aanpakken. Nooit soezen, down, waken, maar ook wel natuurmens. Hij mocht geen, ook het land in, kiewitzooi zuigen, dat soort dingen. Daar heb ik ook wel een beetje van om. Maar ja. Maar ja, altijd aan het werk. Altijd aan het werk. Ja, soms kijk ik nog hier nog langs. Ja. Ik vrees van nooit, want hier komt nooit veel meer mee langs of niet. Ja, dit was achterkomen. Hier ging je door. Ah nee, er zit al wel geen deur meer. Nee jongens, dit loopt dood. Nou, hier was onze voordeur. Ja, dan moeten we toch op de andere kant, op een andere manier proberen door te komen. Er woont nog wel wat hier. Hallo. Zo. Even kijken.
Ja, ja, oh ja. Ja, kijk, dit was onze slaapkamer. Ja, volgens mij stond hier in. Ja. Deze wand liep zo door. Zo, dat was een aparte kamer, volgens mij. Ja, ja. Deze wand... Deze wand liep eerst altijd nog door. Ja, ja, want nu sta ik hier in het slaapkamer van mijn vader en moeder. En mijn bed stond daar en dan het bed van mijn broer stond aan de andere kant. Dit raam misschien nog wel toen er al in zat. Ja, dit was de douche, maar de ingang was dan aan die kant. Grappig. Ja, jammer dat er beneden niks meer te herkennen is. Want daar heb ik ook niet helemaal... Ik zit in mezelf wel eens te bedenken van hoe zag het als plattegrond er nou precies uit? En dan loop ik toch soms ergens spaak. Als dat de oude achtermuur is, hier stonden containers tegenaan. en dan was hier denk ik zo'n beetje de scheiding met tuin van de dominee. Ja. Want hier hadden we dan zo'n plek waar inderdaad de lege flessen stonden. En, kijk, ik heb een hele mooie tita hier. Ja, er komt in wel wat bomen. Het geeft wel wat... Ja, er komt wel wat gevuilnisbileus. Ja. Het was wel even weer mooi om even in die, iets meer in die tijd terug te kunnen keren. Maar dat ben ik vanmiddag of dat ben ik morgen weer vergeten. Ja. Dat zou voor nou alleen mooi weten, hè? Dat zou voor nou wel even al mooi weten. Ja, dat je even weer kon terugstappen in die tijd. Ja. Dat je hier weer... dat die vriendjes, dat je daar even weer kon verzwommen, dat die hier weer waren. En dat je dan even weer alle herinneringen bond. Dit was een beetje het uitzicht door ons huis. Dit heb ik toen een keer zo, ik was net 10 jaar. 24-11-1966. Ik ben van 56. Domies toen. Met de vlaggenmast. En kijk, dat hekje door. Dat is dit hekje. Die staat er nog steeds. Okay. Alleen nog de poeltjes. Kijk, de poeltjes. Die ben wat leeg geworden. En hier hing het bordje waarop stond sleutel te behalen bij Jedehaan Hoogstraat 4. Ja. Nou, die sleutel heb ik nu ook in mijn bol, dus we kunnen nemen de kerk in. Je hebt er ook nog eens over zongen, hè, Lopse Toren. Ja, 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 ja. Ja, er was een lodje van Domi van Leeuwen, hè, van mijn buurman. Ja? Daar had het geschreven en wie leerde dat op legere school. Hoe ging dat? Dat ging trouwens zo. Bij dolle lobstertoren, door is het leven goud. Voor men ook is geboren, elk vuilt zich doorvertrouwd. Een volk van weinig woorden, maar degen trouw rondom. Woon bij die alle toren, mijn vredig Loppersum. Je kwam hier als kind dus. Daar hadden jullie... Ja, we hadden dus sleutel. En ja, daar maakte ik als kind nog wel eens een beetje misbruik van. En dan... Een keer op een vrije woensdagmiddag, als we een keer vrij waren, dan pakte ik sleutel en dan ging ik met vriendjes de kerk in. Ja. Tolheugel. Dit vond ik altijd heel mooi, om hier even de trap op te gaan. Als het gauw is. Gelukkig, het lukt. Nou, zou ik ook nog wel een lipje van erop. Duim de dat, jongens. Zo naar boven. Kijk dan. Ja, is ook nog licht.
Kijk, hier is niks veranderd, hè. We zitten hier nu aan de bodemkaart van de gewelm. Domin noemde dat de olifantsrug. Ik weet niet of hij die norm zelf bedacht heeft, maar dat is natuurlijk. Kerst u voorstellen dat dat. Het is nou nog spannend, maar als kind was dat altijd spannend om hier overheen te lopen. Nou, hij moest hier ook nooit naar beneden donderen, hè, want dan zit zo door beneden. Ik weet niet of ze dan wel makkelijk weer uitkist klimmen. Maar hier is een trapje naar op ziet. En als goud is, dan komen we in een van de dakgeuten van kerk. Kijk, mooi, hè? Eeuwenoud. Zo. Mooi uitzicht, zo. Ik kwam hier op ongeveer boeten en dan sta je op 20, 30 meter hoog over Lobbersum heen te kijken. Nog even kijken hier. Toch op zo'n te komen. Dit gaat misschien wel lukken. Ja, hier waren de oude voetbalvelden. Hier heb ik voetbald. En later ben ze hier noorst komen. En toen werd het wat moderne terrein, maar. Ja, hier heb ik mijn mooiste wedstrijd in Wie Loppersum gespeeld. Ja, vanaf mijn zevende ben ik bij de pupilden. Hij had dan nog daarna nog gewoon F's en zo. Pupilden, B-junioren en A-junioren. Waar je niet fanatiek? Ja, zeker. Ja. We waren hartstikke fanatiek. En de ongeveer wat minder is aan, maar ik was zeker fanatiek, ja. Ja. En ik kon misschien ook wel het elftal redelijk midden op sleeptouw nemen. Ik was gewoon technicus, hè, maar ik was wel goudfanatiek en ik had een goede conditie. En de halve wedstrijd ging ik tevoren. Ik denk dat ik vroeger ook wel anders was dan Lothar. Ik denk dat ik vroeger wilde ik iets meer haantje de voorste weten. Nou ben ik wat meer wat bedoelder. Ja, twee kluitkomers. Dat was Veur. Of dat was Loppersum, dat was LVC, ik weet niet meer. Of dat was Toes en dat was Oet. Wie zat mooi ziet een dijkkaart. Ja, mooi. Mijn jeugd hier was zo riek aan van alles en nog wat. Met jongens slaan in, loodsmelten. Ik kon niet opnemen, maar. Vissen, dat doen ze nou nog wel, maar het was al gevarieerd. Ik heb me gewoon een moment vervuld. Als ik op mijn jeugd terugkijk, dan prijs ik me al gelukkig. Ja.